Financiën-minister Armand Achai-Beshing zal niet accepteren dat hij als dader wordt bestempeld in de fraudezaak met betaalopdrachten. Hij zei gisteren in het parlement dat dit onacceptabel is. De bewindsman is zich ervan bewust dat hij de hoogste persoon is op het ministerie en verantwoordelijk is voor alle steken die men laat vallen. Daarom zal hij zich inzetten om deze kwestie op korte termijn op te lossen en dat er voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Naast het strafrechtelijk onderzoek is er ook een intern onderzoek opgestart binnen het ministerie, voorzitter. In tegenstelling tot het strafrechtelijk onderzoek kan ik hierover wel informatie met uw college delen. Ik verwacht aanstaande vrijdag het eerste rapport van het onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gecombineerd team van de Rekenkamer, KRAT en externe specialisten. En het onderzoek heeft twee parallele trajecten, voorzitter. In het eerste traject is de focus op een procesmatig onderzoek om te identificeren hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. En op basis daarvan het identificeren en het implementeren van de maatregelen om herhaling in de toekomst te voorkomen. De resultaten van dit onderzoek hoop ik vrijdag te ontvangen, voorzitter. In afwachting op het resultaat van het onderzoek zijn er volgens Achai-Beshing reeds maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Zo wordt er nu gebruik gemaakt van extra veiligheidskenmerken bij de opgestuurde betaalopdrachten. En zijn er met de centrale bank afspraken gemaakt voor additionele controles. De bewindsman geeft aan wat er in het tweede traject zal gebeuren. Het tweede traject, voorzitter, is een feitelijk onderzoek waarbij nagegaan zal worden of er nog andere gevallen zijn. Daarbij zal terug worden gegaan naar in eerste instantie 2020 en vervolgens zullen we dit doortrekken naar de jaren daarvoor. U kunt zich voorstellen dat dit deel van het onderzoek, voorzitter, meer tijd zal vergen. Nadat het rapport is opgeleverd, zal dit uiteraard ook met uw college worden gedeeld. Ik verwacht dit rapport medio augustus te ontvangen, voorzitter. Er is een proces in gang gezet om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt. Achai-Beshing zegt dat het belangrijk is dat de gestolen gelden teruggehaald worden.